Vervolgens moest ik gaan zitten in de stoel en ze begon met de eerste lijntjes zetten met de tatoeëermachine. Piep, 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 piep. Zoals sommigen van jullie al weten, heb ik maandag mijn allereerste tattoo gezet. Hij staat hier op deze arm. Hij staat hier, jullie... oh shit, je ziet hem al een beetje. En ik ga vandaag met jullie mijn ervaring delen, hoe mijn allereerste tattoo ging, hoe ik dat ervaarde en al dat soort dingen. Er zijn waarschijnlijk wel mensen die dit interessant vinden en waarschijnlijk ook niet. Die boeit geen ene fuck en er zullen ook heel veel mensen zijn van... oh my god, waarom heb je een fucking tattoo gezet? Je fucking idiot! Je zit de rest van je leven... you fucking nerd! Ja, mocht je zo'n persoon zijn, I don't fucking care. Het is mijn leven, mijn lichaam en ik bepaal wat fuck er op mijn lichaam komt. Laat iedereen gewoon in zijn eigen waarde, oké? Dus was jij van plan om dat te reageren? Just don't. Maar! Om te beginnen vragen waarschijnlijk sommigen van jullie af, Pascal, hoe ben je op het idee gekomen om een fucking tattoo te zetten? Wel, eigenlijk wil ik al heel lang een tattoo hebben. Echt, sinds ik 16 ben. Ik ben nu 20 trouwens, just so you know. Toen zat ik al te denken van... yo, ik wil later een tattoo hebben. Maar laatst werd er dus een foto naar me toegestuurd met een hele grote Illidan, dat is een World of Warcraft character, op iemands schouder, echt mega groot. En ik was toen echt van, damn, dat is zo fucking vet. Maar om dat als eerste tattoo al te nemen, was nogal iets too much. Dus toen had ik zoiets van, well, daar gaat mijn spinner. Oké, ik wil nu ook gewoon zelf een tattoo hebben. Let's go. Ik ga erachteraan en ik ga kijken waar de fuck ik dat kan laten zetten. Dus toen heb ik op Twitter gegooid van, hey, wie kent er een goede tattoo shop? En daar reageerde Tim, a.k.a. MSSH, die jullie ook kunnen kennen van de D&D livestreams. Die wist daar wel iemand voor. Dus toen ben ik samen met hem gaan kijken van, oké, hoe en wat, bladibladibla. Maar die zaak die zat helemaal onder in Brabant. En zoals sommigen misschien weten, ik woon helemaal in Overijssel. Dus dat was nogal ver reizen voor mij. Maar ik reis liever wat langer en laat het zetten door iemand die echt fucking goed is met tattoos. En omdat ik al iemand ken die daar ervaring heeft bij die zaak. Dan dat ik het hier ergens in de buurt doe en geen ervaring heb. En niemand ken met ervaring met die mensen die daar tattoos zetten en dat soort dingen. So yeah. Ik had zoiets van, weet je wat, fuck it. Ik reis helemaal naar Brabant. Let's go. Wow. Dat is Tim. Hoi. Hoi Tim. Hoi Pascal. Hey. Dus toen ik in Brabant was samen met Tim, gingen we naar de tattoo shop. En toen begonnen ze met als allereerste mijn pols een beetje soort van glibberig iets maken of zo. Ik heb geen idee hoe je dat spul noemt dat je je opsmeert. Maar het leek een beetje op dat Labello spul of zo. Dat ze hierop smeerden. Vervolgens hadden ze een stickertje met een omlijning van mijn tattoo erop. En die plakten ze dus op mijn arm. Zodat ze precies weten waar de tattoo precies zit. Welke lijnen ze moeten inkleuren, et cetera, et cetera. Toen ze dat stickertje erop hadden geplakt, ging ik eerst even in de spiegel kijken. Kijken of die op de juiste positie zit. Of ik hem daar chill vind of niet. En ik vond het prima. Hij is wel dope. Ik vond hem daar dope zitten, yeah. En voor de mensen die zich afvragen wat de tatoeage precies betekent. De tatoeage die ik heb laten zetten kunnen jullie ook wel kennen uit de bekende films Harry Potter. Daarin heb je namelijk een logo genaamd de Relieken van de Dood. En dat is hetzelfde als deze ketting die ik bijna in elke video om heb. De reden waarom ik deze tattoo heb laten zetten is omdat ik vroeger met Oud en Nieuw altijd met mijn ouders keken we altijd alle films terug van Harry Potter. Altijd! Dus aan die films heb ik wel hele toffe herinneringen. En daarnaast vind ik het natuurlijk nog steeds een van de tofste films die ik heb gezien. En dat is eigenlijk de hele reden waarom ik deze tattoo heb laten zetten. Dus het is niet dat ik hem zomaar heb laten zetten zonder enige reden. Er zit een verhaal achter. Ik heb het nu al zo warm, jongen. Dit is mijn allereerste tattoo dus. We hebben net al een dikke pizza gehad. Ik voel gewoon de hitte stroom gewoon van me af. Dat had ik ook bij mijn eerste deel te gaan. Hij was wel echt vet. En ja, voordat ze begon met mijn tattoo zetten, mijn zenuwen gingen letterlijk vanaf als dit de bodem is, vanaf hier naar fucking hier. Het werd echt fucking extreem. Ik begon echt warm te worden. Ik werd een beetje misselijk in mijn maag en al dat soort dingen. Maar ja, gelukkig kreeg ik van haar te horen dat het gewoon doodnormaal is dat gebeurt. En vooral ook bij de eerste, want yeah, het is je fucking eerste ding die je op je lichaam zet. En het is wel voor eeuwig wat je daar neerzet natuurlijk. En ze zeiden dat zelfs de grootste, de Jezus. En zelfs de breedste mensen dat ook overkomt. Dus voordat jullie in de comments gaan zeggen... wauw, Pascal, jij bent echt een pussy. Wauw, wauw. Wauw, kijk die puist. Hey puist. Vervolgens moest ik gaan zitten in de stoel en ze begon met de eerste lijntje zetten met de tatoeëermachine. Ik weet niet of je daar een speciale naam voor hebt, maar... met dat niet tattoo ding dat je piep, 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 piep. En na iets van 5 minuten... ja hoor, wie werd er misselijk? Deze knul! Ja, yeah, ik werd op een gegeven moment zo fucking misselijk. Dat ik gewoon even een breakje moest nemen. Even naar de wc ging. Ook al liep ik eerst de wc voorbij, maar dat maakt allemaal niet uit.
De plek waar ik heen liep zag gewoon heel logisch uit. Van daar is ook een fucking wc, maar I fucked it up! En nadat ik van de wc kwam, kreeg ik even een blikje Fanta, zodat ik dat even rustig kon drinken. Zodat ik weer even rustig, relaxed en shit kon worden. En het ging weer verder. Ze deed weer opnieuw van dat gekke, gladderachtige spul op mijn pols. Ik weet nog steeds niet wat het precies is, hoe dat precies heet. Please don't sue me. Please don't. En toen ging ze dus weer gewoon rustig verder met het tattoo. En ik zat daar gewoon zo van, oké, laat het voorbij zijn. Yep. Maar het grappige is, waar ik toen achter kwam, is elke keer zodra ik naar die tattoo keek, van hoe zij bezig is met die tattoo zetten, werd ik steeds misselijker. Dus een tip voor de mensen die voor de eerste keer een tattoo gaan zetten, kijk niet naar die fucking tattoo hoe die wordt gezet. Just don't. Er is een grote kans dat je daarvan misselijk wordt of ik ben het gewoon puur. Maar ja, ik kan adviseren om dat niet te doen. Dus zoals jullie waarschijnlijk al wel zullen raden is, Pascal werd inderdaad weer misselijk en moest weer een pauzetje hebben. Wauw Pascal, je fucking aansteller! Woe! Ik heb een spinnen, dus I don't fucking care. Ja, ik ging me toen dus gewoon compleet ontspannen. Gewoon relax, lekker chillax. Van, whoo, let's chill. Niet kijken, oogjes dicht, luisteren naar de muziek. Ik voel natuurlijk wel gewoon dat ze nog steeds bezig is met die tattoo. En op sommige plekjes was het echt even van, oké, deze, oeh nee. Dat is niet een fijn plekje waar je met zo'n tattoo machine moet gaan zitten naaien of zo, of boren of hoe je dat ook noemt met zo'n machine. Maar of het nou echt pijn was, waarvan je denkt van, oké, please, oh my god, kill me. Dat viel op zich nog wel reuze mee. Het zijn gewoon echt hele kleine prikjes die je letterlijk in je arm krijgt. En die kan je nog redelijk negeren, in ieder geval ik kon die nog redelijk negeren. Alleen sommige plekjes waren echt van, oké, deze gaat tegen het randje aan van please kill me, maar je mag me ook laten leven. En dan ben je bij deze officieel tattoo ontmaagd. Inderdaad, toen was ik tattoo ontmaagd. Ja, qua tattoos dan, hè? Tim, ik haat je. En yes, deze knul is tattoo ontmaagd en heeft zijn allereerste tatoeage. Ik vind hem in ieder geval echt super, super vet geworden. En ben echt heel erg blij met het eindresultaat. So yeah, dat was de ervaring van mijn allereerste tatoeage. Mocht jij benieuwd zijn naar de persoon die deze tatoeage heeft gezet, check even het Instagram linkje in de beschrijving. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet om te abonneren hier beneden, want ik heb bijna de 100.000 abonnees. Dus please abonneer op mij, oké? Gun die 100.000 abonnees, alsjeblieft. Doei!